Ik heb begrepen dat je samen met Marianne Brouwers het boek Ren Janina Ren hebt geschreven. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ik heb Marianne gevraagd om het mee. Nee, laat ik zo zeggen, we hebben al eerder samen een boek geschreven over kastelen in Nederland. En we kennen elkaar al 22 jaar, dus we werken wel vaker samen. En omdat ik iemand kende op Curaçao, Janina, de hoofdpersoon van dit boek. En die wilde graag, en ik wilde dat ook een boek over haar geschreven hebben. En toen bedacht ik dat Marianne, die graag fictie schrijft, dat met mij moest doen. Jeannette kent Janina persoonlijk en wilde haar verhaal schrijven. Maar om er nou een non-fictieboek van te maken was wat lastig. Omdat Janina weet ook nog niet alles meer uit die tijd. En toen hadden ze bedacht, we maken er een roman van. Nou ja, ik wilde graag fictie schrijven, dat deed ik ook al langer. Dus toen heeft ze mij gevraagd om het samen te doen. Ja, zij is, zoals we dat noemden, de hoofdfictie en ik ben het hoofdfeiten. Dus zij begon ook telkens met het schrijven. Zij begon met het verzinnen van het verhaal. En vervolgens ging ik er met het feitenpotloodje doorheen en herschreef ik af en toe iets als ik dacht, nou, dit klopt niet, het moet anders. Waarom dit boek? Waarom nou specifiek dit boek? Nou, dit is zo'n verhaal dat komt op je pad. En Janina's verhaal is natuurlijk heel bijzonder. Het is een verhaal van alle tijden. En haar geschiedenis, wat zij heeft meegemaakt, heeft ons allebei zeer geraakt. En we dachten, dit verhaal moet gewoon verteld. Dus dat gaan we doen. En dat hebben we toen gedaan. Het boek is wel een heel erg bijzonder boek. Ook omdat de hoofdfiguur in het boek nog steeds leeft. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is dus een vrouw op Curaçao. Ze is nu 84 jaar. En ze is geboren in Polen in een Joods gezin. En tijdens de oorlog, nou ja, heeft ze natuurlijk de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers te maken gehad. En zij heeft moeten vluchten als meisje van 10 jaar. Heeft haar moeder eigenlijk haar laten ontsnappen, wat ongelooflijk moedig is. Die moeder is daarna ook vergast met haar zusje en zij niet. Maar heeft toen 2 jaar lang op haar eentje zich in leven moeten zien te houden. Gewoon zonder hulp of steun. Nou, in het begin nog een heel klein beetje steun van een broer, maar ja, toch helemaal alleen. En het is toch wel een heel bijzonder verhaal, zeker gezien in het licht van de huidige vluchtelingen, waar dat natuurlijk ook nog steeds gebeurt. Inmiddels zijn we, even kijken, we staan in de top 3 nu. En eerst konden de mensen tussen 1 september en 1 oktober konden ze stemmen. Toen stonden we in de top 5. En nu kunnen mensen tot 1 november stemmen op schrijvers.nl stimuleringsprijs. En wij staan nu op de top 3, dus tot 1 november. Dus 31 oktober is de laatste dag dat er op ons boek gestemd kan worden. En waarom moet er nou specifiek op jullie boek gestemd worden? Kan je dat uitleggen? Ja, dat kan ik. Dat moet omdat het gaat om Janina's verhaal. Wij vinden het allebei geweldig om een boek te schrijven, om een roman te maken. Dat is gewoon voor je persoonlijk fijn. Maar haar verhaal is een verhaal van een kind op de vlucht voor de nazi's. Het is iets dat nooit meer mag gebeuren, maar helaas zijn er op dit moment nog heel veel kinderen, net zo oud als Janina toen, op de vlucht voor geweld. En dat verhaal vinden wij heel belangrijk. En alle manieren om daar meer aandacht aan te besteden, die nemen wij graag mee, dus dat is dit. Maar dat is ook zo'n prijs. Want hoe meer publiciteit we krijgen, hoe meer aandacht we voor het verhaal van Janina, maar ook voor andere vluchtelingenkinderen.